Hoi allemaal, vandaag heb ik een video voor jullie. Ik heb de laatste tijd eigenlijk heel veel blogposts geschreven en de vraag kwam ook al of er ook weer filmpjes online kwamen en die komen zeker weer online. Vandaag heb ik dus een shoplog voor jullie en ja, ik zal jullie even laten zien, want het lijkt een hele volle tas als je hem zo ziet. Maar hier zitten echt niet alleen maar Action producten in, er zitten ook producten in van wat andere winkels, maar omdat het dan vaak van die kleinere dingen zijn die ook heel makkelijk gewoon los in je tas kunnen, neem ik echt niet bij elke winkel een apart zakje, maar gooi ik gewoon alles meestal in één tas. En dan ja, lijkt het alsof er heel veel bij de Action vandaan komt, maar dat is dus niet zo. Als eerste wilde ik eigenlijk jullie even laten zien wat ik al een tijdje geleden heb gekocht. Dat is dit jurkje. Deze. Deze heb ik al een heel tijdje geleden, heb ik deze al een keer gekocht. Maar ik vond hem eigenlijk, wilde ik hem bewaren voor de kerst. Ik vind het ook wel leuk dat er hier een soort nepleren details aan de zijkant zitten. En dat vind ik dan ook wel leuk dat er hier een gouden rits in zit. Dus ook een, ja, een beetje een detail, weet ik veel. Ja, vind ik gewoon heel erg leuk. En ik ben echt heel blij met dit jurkje. Hij was 7,99. Ik heb hem bij de Action vandaan. En je had hem in twee varianten. Je had er ook eentje. Er zaten een soort van nepzakjes op. Maar ik vond deze leuker. Dus ik heb voor deze gekozen. Ik heb hem overigens gekregen. Een vriend. En ik heb hem niet zelf gekocht. Maar omdat het nu bijna kerst is, wilde ik hem toch nog even laten zien aan jullie. Toen ik hem kocht, dat is echt 2 maanden terug of zo, waren we nog niet echt met kerst bezig. En ja, nu toch meer de kerst eraan komt, wil ik hem even laten zien. Dus die. Dan haalde ik kunstnagels. Deze zijn gewoon een soort French manicure kunstnagels. Leek me leuk een keertje voor de feestdagen om een keer de nepnagels te gebruiken. Ik gebruik eigenlijk nooit nepnagels en ik ben ook eigenlijk wel heel erg benieuwd of dat het wat is. Deze waren 54 cent en ja, ik wilde gewoon een keer kijken en er zit ook lijm bij, dus ik ben wel heel benieuwd of dat het wat is. Dan haalde ik ook een pakje met nepwimpers. Is eigenlijk hetzelfde verhaal. Ik gebruik nooit nepwimpers en voor de feestdagen leek het me een keer leuk om te proberen. Dus ik ben wel heel benieuwd. Volgens mij zit er ook lijm bij. Dus ik ben benieuwd of dat het werkt. Omdat het natuurlijk voor, eigenlijk als je het altijd gebruikt, is het natuurlijk best wel slecht voor je eigen wimpers. Omdat je dan je eigen wimpers eraf trekt. Maar voor de feestdagen leek het me een keertje leuk. Deze kostte 89 cent. Dan haalde ik heel basic deze ogen make-up reinigingsstukjes van de Action. Deze kostte 54 cent. Nee, 58 cent. Voor 25 doekjes. En deze gebruik ik altijd. En deze vind ik super fijn. Dus die. Dan had ik een BB cream. Medium. Even gelijk even spieken wat deze nou kost hoor. Oh. Ik zie de bon daar niet van, maar volgens mij was deze iets van 1,09 euro of zo. Misschien ook duurder, ik weet het niet meer precies. Ik was eigenlijk gewoon meer op zoek naar een soort foundation voor in mijn tas. Voor ja, als je erbij wil werken. Ik was op zoek naar een beetje een klein tubetje. Deze is niet zo heel groot. De foundation die ik altijd normaal gebruik is van Essence. Is zo'n pomp flacon. En dat vind ik gewoon een beetje best wel groot voor in mijn make-up tasje. Dus deze voor on the go. Deze werkt best wel goed. Deze heb ik al wel eens eerder gehad. En er zit ook nog vitamine E, vitamine A en SPF 15 in. Dus super goed. Vind ik zelf. Even kijken hoor. Een handwarmer haalde ik ook bij de Action. Deze was 69 cent als ik het goed heb. Ja. Deze is herbruikbaar. Ik heb voor de telefoon gekozen. Omdat ik hem gewoon echt op een iPhone vind lijken. En ik helemaal weg ben van iPhone.
Nee, ik vond ze gewoon heel fijn. En ja, nu met deze koude dagen is het altijd wel lekker. Je had ook een witte variant, zoals je hier op de achterkant kunt zien. En ja, volgens mij moet je deze uitkoken als je hem hebt gebruikt. Volgens mij moet je hem activeren door om te klikken. En dan moet je hem geloof ik uitkoken. Tenminste, dat was eerder zo. Ik weet niet of dat nu nog zo is. Maar gewoon lekker als je ja, gewoon echt super koude handen hebt natuurlijk. Dus een handwarmer. Dan kreeg ik deze kreeg ik van mijn vriend. Dus ik weet ook niet wat ze kosten. Dit zijn microfiber stickers. Ja, nou klinkt het heel raar omdat ik ze heb gekregen. Maar het is zo. Dan gaan wij samen naar de Action. En dan gaan we heel vaak ons eigen weg, zeg maar. Want hij heeft natuurlijk andere interesses zoals die ik heb dan daar ook in die winkel. En dan kom ik buiten. En dan hebben we afgerekend en dan zegt hij nu: ja, ik heb nog wat voor je. En toen krijg ik deze twee. Maar ik vind ze wel heel erg leuk om even te laten zien. Dit zijn stickers. Die kun je op de achterkant plakken en afhalen. En dan kun je dus je telefoon reinigen. Ja, zoals hier staat het een beetje beschreven. Ik heb het nog niet geprobeerd. Maar ja, ik ben wel heel benieuwd of het werkt. Want je kunt het ook voor meerdere apparaten gebruiken, zoals je kunt zien. Dus deze twee. Dus ik weet ook niet wat ze kosten, maar. Ik vond het leuk om ze toch even te laten zien. Dan haalde ik een nieuwe agenda. Deze is voor 2015. Dit is een navulbare agenda met losse blaadjes. Dus hier kun je gewoon een nieuwe navulling voor kopen. Het is zo dat ik een agenda had. Maar omdat wij ook katten hebben, hadden die besloten om op mijn agenda een plasje te doen. Dus. Dat was onwijs smerig. En toen moest ik echt een nieuwe agenda hebben. Aangezien ik een handagenda gewoon altijd nog heel fijn vind. Dus heb ik gekozen voor deze. Deze was 2,69. Nou, dat was het Action gedeelte. En dan was ik bij de Kruidvat. En daar kocht ik dit sponsje. Dit make-up sponsje. Het is een dupe van de Beauty Blender. De Beauty Blender die kost 15 euro of zo. En dat ga ik echt niet voor een sponsje neerleggen. Dus toen zag ik deze. Deze was eigenlijk 3 euro. Toen kwam ik bij de kassa en toen kostte die nog maar 1,95. Dus dat is natuurlijk altijd leuk. En het is gewoon een eivormig sponsje. En heel fijn om foundation mee aan te brengen. Dus ja, deze. Kocht ik een lip liner. Dit is Honey Berry. 15. Deze is van Essence. Deze was 99 cent. Het is een soort paars. Daar was ik naar op zoek. Nou, hij zit echt heel, heel strak dicht. Kijk. Een paarse. Dat komt omdat ik dus een paarse lipstick heb gekocht uit de Come to Town collectie van Essence. Het is de kleur Wrapped in pink. Ja, pink. Ik vind hem gewoon paars. Hij is heel donkerpaars. Ook een keer wat anders. Je had hem ook in het rood. Maar die hadden ze nu sowieso niet meer. Maar dat wist ik natuurlijk door de preview. Maar is ook wel een keer leuk. Want eigenlijk heb ik al best wel rode lipsticks. Dus een paars had ik nog niet. En dat vond ik eigenlijk wel heel erg leuk. En ik hou natuurlijk altijd wat van de limited editie. Als ze net nog niet uitverkocht zijn. Dus. De Come to Town, volgens mij was deze 1,69. Als ik het goed heb, weet ik eigenlijk niet eens meer. Staat ook niet op de bon, moet ik zeggen. Maar ja, wel fijn. En dat vind ik dan mooi in combinatie met deze lip liner. En dan nog een blushje of zo eroverheen. Bij de Hema kocht ik deze refreshing doekjes. Gewoon fijn voor je gezicht en je handen. En weet ik veel waar je ze allemaal voor kunt gebruiken. Eigenlijk voor in mijn tas. Ik was eigenlijk al een poosje op zoek naar refreshing doekjes. En toen was ik bij de Primark. En toen wist ik dat ze ze daar moesten hebben. En dan kon ik ze gewoon echt totaal niet vinden. Dus toen kwam ik ze bij de Hema tegen. En toen deze kostte 1 euro voor 10 doekjes. Dus op zich valt het denk ik wel mee. Ik weet niet wat ze bij andere winkels kosten.
En dan ben ik toe aan het laatste. Ja, ik zal het even uitpakken, want ze hebben het even in een zakje gedaan. Toen de kerstperiode aanbrak, toen kreeg ik de nieuwsbrief binnen van Zenner. En toen zag ik gewoon echt hele leuke spullen voor je haar, voor de feestdagen. En daar viel me één ding zo onwijs op. En dat waren gewoon deze echt moestuisclipjes. Wauw, ik vind ze echt helemaal geweldig. Ja, ik vind moestuis gewoon sowieso heel erg leuk. En deze bevatten ook nog een lichte glitter. En vind ik voor de feestdagen gewoon heel erg leuk. Moet ook zeggen dat ik echt een tijdje moest zoeken voordat ik ze had gevonden. Want bij de Kruidvat zag ik ze niet. En bij de Trekpleister zag ik ze ook niet. En toen kwam ik vorige week op een dikke boekje zag ik van Ethos. En er stond deze feestcollectie in. Dus toen hoopte ik dat ze ze daar hadden. En ze hadden ze. Deze waren 3 euro. Je had ze ook in het roze, geloof ik. Misschien ook nog andere kleuren. Maar ja, ik wilde sowieso de zwarte hebben. Omdat mijn kerstoutfit ook meer zwart is. Dus vond ik deze heel erg leuk. Dit was ook eigenlijk gelijk mijn shoplog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ja. Wat ik erover nog wil zeggen. Ja. Mocht je nog een kerstlook idee willen, zal ik even mijn filmpje hieronder zetten die ik vorig jaar maakte van een kerstlook. Ik heb nu natuurlijk wel wat nieuwe producten voor een kerstlook, maar ik wil niet elk jaar hetzelfde doen. Dus vandaar dat ik gewoon eventjes het filmpje, de link hieronder zal plaatsen. Dus mocht je ideeën willen zien, kun je die even gebruiken. Even bekijken. Voor nu wil ik jullie gewoon weer bedanken voor het kijken. En ik zie jullie gewoon snel weer. Doei!